Welcome back to the Lucky Nation station where we keep shit lit all day, every day. We got Melly's World in the house. Hey guys. We got Lucky from Lucky Wolves and Dills. The link is going to be in the description, man. Make sure y'all guys subscribe to this channel. Not only this channel, to our personal channels. And yeah, we're going to keep shit lit, man. So what video we got? This is one of my favorite videos of all times on YouTube, okay? Of all times. So I'm going to get to it, but you guys have probably seen it. If you haven't, I hope you guys enjoy. This is a video that makes me laugh at. The funniest interview you will ever see. Ever. Turn it up a little bit, too. Turn it up a little bit. Let me. All right, right there. Not that goddamn. Hell, you're going to blow my eardrums. All right. 25. All right, yeah. Okay. So, man, I've seen this before, but I want to share this with y'all. You ready? Yeah. Y'all ready? Y'all ready? Come on. Let's get it. Goddamn commercials. More safety is our number one goal. Yeah. Marijke was 18 toen een dokter tijdens een routineoperatie haar ruggenmerg onherroepelijk beschadigde. Valère werd het slachtoffer van een verstrooide assistent. Ik ben bij Boomerang en vandaag zullen we het hebben over medische blunders. Wat is er precies gebeurd bij jou, Marijke? Ik ben opgenomen voor een goedaardig spel. Ik ben geopereerd en mijn ruggenmerg is geraakt. We komen zo dadelijk bij jou terug. Valère, jij ging naar het ziekenhuis voor een eenvoudige behandeling. Ja, wat was dat precies? En ik heb dus enorm veel last van keelontstekingen. Mm-hmm. En dat had blijkbaar te maken met mijn amandelen. Met uw amandelen. En mijn dokter heeft me dus aanraden om een operatie te laten gebeuren. En met dit als gevolg. Marijke, jij had een normaal leven daarvoor. En toen plots kom je uit narcose en dan merk je dat het leven niet meer hetzelfde zal zijn. Hoe reageer je daar dan op? Ja, eerst met heel veel ongeloof. Ongeloof is eigenlijk het juiste. Ongeloof is eigenlijk het juiste woord dat Marijke hier hanteert. Omdat het was bij mij dus ook mijn eerste gewaarwording en ik dacht dat kan niet. Dat Excuseer, dames en heren. Dus je probeert dan terug je toekomst. Guys, ain't nobody laughing with him. Like Melly. Ain't nobody laughing. He's the only one laughing in the whole room. Everyone's looking at him like. That's fucked up because you laughing. If you're the only one really laughing. Went through real shit. Hey. But you know the worst is feeling you the only one laughing in the room with 20 people in the room? You know me, that's some shit I laugh about though. And you can't stop. And I can't stop, you know, and he's really trying hard it seems to like go back to the other girl trying to ease his laughter. Yeah. He can't. Poor guy. I feel more bad for him than I do the other people. Excuseer. Valère, sorry, echt. Sorry. Excuseer, dames en heren. Dat betekent ook dat je bijvoorbeeld seksualiteit ook een groot probleem bijvoorbeeld wordt. Ja, mijn vriend heeft het gewoon gedaan gemaakt en ik neem hem daar ook niet kwalijk. Mm-hmm. Dus het feit als je met seks omgaat, is het niet alleen het fysieke dat telt, maar ook soms de lieve woordjes. Ja. Ja, ik vind dus dat hij toch niet kan, hoor. Moeten wij nu nog huis worden of niet? Want
Goh! Ja, dat is een eigen liever. Dankzij, excuseer. Excuseer, komt een beetje snel. Thuis bij excuses hiervoor. Een vraag uit het publiek. Ja, meneer, je had een opmerking. Ik heb het zelf. Ik ben eigenlijk bij een vrij eenvoudige ingreep ook gekwetst geraakt aan de stemman. Maar... Ik vind dus dat dit niet kan horen, maar dat gebeuren is dat... Ik vind het vrij ergerlijk, meneer, als je het u een half uur... Dit kan, dit kan voor mij uitgeraakt worden, vlak in het gezicht kan praten. Het was een complot. Gewoon weg. Er waren genoeg indicaties voor. Normaal gezien kan ik mijn programma altijd rustig voorbereiden met de praatgasten die avond kon van Leer er zo gezegd niet op tijd zijn. Toen stond de voltallige DRP-directie daar binnen. That's the most scariest shit to go through something like that. But this was funny. Like, I would be that person, love. Yeah. You know, I laugh at stupid shit. They like, set him up. They really set they him up. They wanted to fire him. What you said, they usually did it. Do a pre-interview rehearsal thing, and they just sent him out there. And he didn't know. Ooh, good lord. They didn't set him up. He got go. Especially when that dude at the end. That's all I gotta do. I could be laying in the bed and just do that to another while she in her sleep. All I have to do, like, she'll laugh like this. All I have to do while she's sleeping, like, she already know what I'm trying to do. She started laughing like that. It gets her every time. All that did. That was my laugh for the day. That shit is hilarious. You guys, man. I don't know if you enjoyed it, but if you did, be ha ha ha, hee hee hee, and now there. Yeah. Yeah. We out, y'all.